Jurgen, om maar één moment uit te lichten, de overtreding op De Jong. Hoe goed kwam jij daar weg volgens jou? Nou ja, dat ik geen kaart kreeg, daar kwam ik goed weg. Het was absoluut niet mijn bedoeling om hem te blesseren of om hem op deze manier te raken. Het was vrij onhandig. En ik... ja, wat gebeurde er precies? Leg eens uit. Hij nam me mee terug het middenveld in en ik wilde meestappen met hem. En op het moment dat ik hem voelde onder mijn voet, dacht ik al gelijk van ik kan maar beter niet doorstappen, echt vol erop. En ik deed mijn best om het zo min mogelijk te raken, maar het was ongelukkig. En ik heb me gelijk mijn excuus aangeboden, want dat was onnodig. Is er nog een ander specifiek moment in de wedstrijd, een klein relletje? Wat is daar nou precies aan de hand? Ja, en ik ging stevig door. Hij geeft geel, maar prima, dat begrijp ik op zich wel. Maar ja, vervolgens dan barst een beetje, nou de hel los is overdreven, maar dan krijg je wat getrek en geduw. Ja, maar ik denk dat het, ik denk dat het opstootje, het is niet erg. We zijn allemaal mannen en natuurlijk, het is onnodig om met z'n allen zo te gaan doen. Maar er zit veel emotie in de wedstrijd en wij wilden nog graag doorgaan. We wilden wat meer pit erin gooien en het opstootje, het hoort niet. Maar de emoties kwamen even los. Wat voor gevoel had je over in deze wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat de tweede helft toch wel, nou ja, in die zin, jullie kwamen nog een aantal keer gevaarlijker uit, zo moet ik het zeggen. Ja, ik denk dat we het... ik wil niet zeggen dat je goed meedoet, want je verliest gewoon met 1-0. Maar ik denk dat je blijft lang in de wedstrijd. Tuurlijk, hun blijven gevaarlijk, maar zolang het 1-0 staat, weet je dat het kan. Dan kom je er een paar keer goed uit. Tot de laatste seconde, dan blijf je kans maken. En helaas is het ons niet gelukt om de 1-1 te maken. En ik denk dat wij hier als heel veel andere ploegen gewoon met een heel sneu gevoel staan. Omdat je gewoon met 1-0 verliest, terwijl misschien zat er wel iets meer in. Yeah.